Deze editie van Zero Tolerance Day draait helemaal om verhalen. De verhalen van de vele stemmen in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Velen van jullie die vandaag aanwezig zijn, dragen op jullie eigen manier bij aan onze strijd tegen VGV. Maar het is vooral ook belangrijk voor het doorbreken van het taboe, wat nog steeds heel erg rust op vrouwelijke genitale verminking. Ik heb heel veel vrouwen geholpen die hetzelfde probleem hebben. De cijfers in Nederland, dat is inderdaad net gepresenteerd, 41.000 vrouwen die besneden zijn. En de meeste vrouwen zijn in landen van herkomst besneden binnengekomen in Nederland. We moeten eigenlijk die bespreekbaar maken. En het eerste wat je dan denkt is, ik raakte mijn lichaam aan en ik dacht van, ik kan me er totaal niks bij voorstellen. We komen vaak achter dat er bijna nooit gesproken wordt over seksualiteit of over meisjesbesnijdenis. Haar moeder kent een sleutelpersoon. Als Aissatou er zo graag over wil praten, dan moet ze dat maar met deze persoon bespreken. Hij wil graag dat ons laten besnijden. En mijn moeder absoluut zei, nee, ik laat niet mijn dochter voelen wat ik voel. Hoe kan deze vorm van verminking door sommigen worden gezien als een belangrijke traditie? Ouders willen de beste voor hun dochter. Wat zou er met haar zijn gebeurd als ze in Guinea was gebleven? Ook deze kinderen, die hier geen verblijfsrecht hebben nog, maar in een asielprocedure zitten, verdienen onze bescherming tegen genitale verminking. En ze verwachten ook als ze gaat trouwen dat het meisje besneden is. Het is een hardnekkig en complex probleem. Een kwestie van een hele lange adem. Maar ik voel vandaag toch ook wel een beetje hoop.